Heel bijzonder dat ik vanmiddag zo hier voor jullie mag staan. Jongeren van Friesland, want die ken ik, van een paar jaar terug was ik dominee in Friesland. En ik kwam Friese delen, dat doe ik altijd goed. Maar ook mensen uit Zeeland, dus daar zit je van noord tot zuid. En alles wat ertussen zit. Heel bijzonder dat ik zo HHK jongeren van Friesland tot uit Zeeland en alles daartussen hier zo voor mag hebben. We gaan het vanmiddag over genade hebben. Nou kan ik me voorstellen dat je denkt van ja, best. Maar moeten we het dan over genade hebben? Dan is wel zo'n bekend woord, toch? Dan gaat geen preek voorbij. Of je hoort het woord genade. Geen catechisatie, geen jeugdverenigingavond. Dat woord genade, dat heb je al zo ontelbaar vaak keren gehoord. En dan moet je zaterdagmiddag naar Ede gaan rijden om het daar voor de zoveelste keer over genade te gaan hebben. Dat weten we nou langzamerhand toch wel. Dat is toch nog maar de vraag. Of wij wel ongeveer weten wat genade is. Dan heeft de organisatie mij een beetje het gras voor de voeten weggemaaid met dat introfilmpje. Want ik had het plan om te zeggen van nou ben ik even een halve minuut stil. Ik doe het toch. Ik ben een halve minuut stil en jullie mogen in een halve minuut nadenken. Wat net al in de video ook een paar keer gebeurde. Wat is nou genade? Als je dat in 1, 2 zinnen zou moeten omschrijven. Genade. Waar denk je dan aan? In 1, 2 zinnen. Ik ga toch 3 keer even mensen wat vragen. Ik stop even. 30 tellen en dan kom ik daar een paar toe. Niet schrikken, straks kom ik op je af. 30 tellen, wat is genade? 1, 2 zinnen. Ik ga nu tellen. Ja, je had niet voorin moeten gaan zitten. Sorry. Ik vraag het toch. Genade, 1 zin. De vergeving van Christus. Vergeving van Christus. Kort, kernachtig. Hij met die bril. Iets krijgen wat je niet verdiend hebt. Wat is genade? Geschenk van God. Geschenk van God, oké. Bedankt, bedankt. Wat zo uit de zaal naar voren kwam, en dat viel mij ook wel op daar in de reacties van die mensen, wat is genade. Bij genade denken wij vooral wel aan vergeving die je krijgt van God en wat je niet verdiend hebt en wat de Heer Jezus verdiend heeft. Verzoening, hè, dat zijn zo'n beetje de dingen, als we het over genade hebben, ja, en dan denken we zo'n beetje die richting uit. Dat het weer goed is. Tussen God en mij. En natuurlijk, laat ik daar heel helder over zijn, dat is ook natuurlijk wel de kern van het christelijk geloof. Dat het weer goed is tussen God en mij. Maar toch, als we daarbij houden, bij dat het weer goed is tussen God en mij, iets wat ik niet verdien, wat ik toch krijg, als we daar een genade zo bij houden, dan hebben we van genade wel een heel smal, beperkt begrip als het ware, voorstelling. Genade heeft met veel meer te maken dan alleen maar vergeving. Het heeft te maken met vergeving natuurlijk, maar dat de Heer ook ons wil vernieuwen. Hij wil ons niet alleen redden, maar hij wil ons ook vernieuwen. Dat heeft ook met genade te maken. En alles wat straks op ons wacht in de eeuwige heerlijkheid, dat is ook allemaal genade. Je zou kunnen zeggen, genade, dat is alles wat God doet om ons te redden. Hij redt, vernieuwt en alles wat straks daar in de heerlijkheid wacht. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, genade, ja, bestrijkt de volle breedte van de Bijbel.
Heel de Bijbel, al die verschillende hoofdstukken en verhalen en brieven, uiteindelijk is dat allemaal genade in verschillende kleuren. Nou, dat genade heel divers is en niet alleen maar beperkt blijft tot vergeving, dat wil ik jullie laten zien aan de hand van een lied van John Newton. Het werd net al aangehaald, Amazing Grace. Voordat ik naar het lied kijk, kort even. Amazing Grace, dat is gemaakt door John Newton. Hopelijk zegt die naam jullie iets. John Newton, hij leefde in 1780 ongeveer. Groeide op, had een lieve godvrezende moeder, maar zijn vader was zeeman en dat was een wildebras. Zijn moeder stierf jong en John Newton ging al jong heel het verkeerde pad op met zijn vader de zee op. Vloeken, drinken, vechten, slavenhandel, geleefd als een beest. En toen in één keer in een vliegende storm op zee stilgezet. En uiteindelijk is hij zelfs dominee geworden in Londen. En hij heeft ook prachtige liederen geschreven. En het bekendste lied is wel Amazing Grace. Het is het bekendste christelijke lied ter wereld. Het wordt over heel de wereld gezongen. Iemand heeft een beetje onderzoek naar gedaan. Het wordt wereldwijd 12 miljoen keer per jaar gezongen. Door christenen wereldwijd gemiddeld 12 miljoen keer Amazing Grace. Het bekendste christelijke lied wereldwijd. We gaan er nu naar kijken. En dat lied graag het eerste couplet. Wat is nou allemaal genade? Nou, in dat lied van John Newton geeft hij die verschillende facetten van wat is nou genade allemaal aan. Amazing Grace. How sweet is that? Wonderbaarlijke, ongelooflijke genade. Het klinkt als muziek in mijn oren. Die genade that saved a wretch, zo'n slechterik, zo'n boef als ik was. Als ik zelfs gered kan worden, dat is wel amazing. Dus een kenmerk van genade, dat zelfs de slechtste er niet buiten vallen. Eens was ik verloren, maar nu ben ik gevonden. Ik was blind, maar nu zie ik. Het volgende couplet gaat hij nog iets vertellen over wat genade is. Heel bijzonder, het was grace that filled my heart to fear. Het was al genade dat ik ging vrezen. Het was genade dat me bezorgd ging maken over mijn ziel. Dat is ook al genade. Dus dan heb je weer zo'n facet van genade. Het is al genade als ik word wakker geschud uit mijn oppervlakkigheid. It was grace that filled my heart to fear. Het was genade, ik ging me zorgen maken. Maar ook grace, my fears relieved. Dat is ook weer genade die mij van die vrees verloste. Hoe kostbaar werd die genade voor mij in dat uur dat ik voor het eerst ging geloven. Het volgende couplet laat je nog een paar dingen zien wat allemaal genade inhoudt. Graag het volgende couplet. Door heel veel gevaren en moeite en zorgen ben ik al heen gekomen. Hij kijkt terug op zijn leven. Oh, wat heeft God steeds in mijn leven mij geholpen en gered en bewaard. Allemaal weer genade. Dat heeft dus ook met genade te maken. Niet alleen vergeving, maar dat de Heer mij bewaart, beveiligt, de doordraagt, de weg wijst. Dat is ook allemaal genade. Het was grace that brought me saved as far. Het is Gods genade dat tot hier ver ben gekomen als het ware in mijn leven. Gods leiding in mijn leven. Allemaal genade. En genade heeft me niet alleen tot hier gebracht, maar genade zal me ook eenmaal thuis brengen. Dat is dus ook allemaal genade, behalve vergeving. Gods hulp, leiding, bewaring enzovoort. Het volgende couplet. De Heere heeft alle goeds aan mij beloofd. En zijn woord verzekert mijn hoop. Dat ik er niet in teleurgesteld kan worden. Dat is ook genade. Hij gaf mij zijn woord. Amazing grace. Dat wij een Bijbel hebben. Miljarden op de wereld hebben geen Bijbel. Het is al een genade dat jij een Bijbeltje in je hand hebt. En hij wil mijn schild en mijn deel zijn. Die tekst van Abraham. Hè? Ik ben uw schild en uw loon. My shield and portion. Oh, God wil alles voor me zijn. Genade. Zolang als mijn leven duurt. Hij zal steeds in alles mijn leven lang voor alles zorgen en voorzien. Amazing grace. Hoeveel kleurig is die genade. Volgende couplet. Genade gaat nog verder. Ja, als mijn vlees en mijn hart zullen bezwijken straks en dit sterfelijke leven zal voorbij zijn, zal eindigen, maar dan is het niet voorbij, al sterf ik hier,
I shall possess within the veil. Dan zal ik straks achter het voorhangsel, de veil, in de hemelse heerlijkheid, een leven ontvangen vol van vreugde en vol van vrede. Dat is ook genade. Genade stopt niet als ik de laatste adem uitblaas. In de hemel gaat genade nog een eeuwigheid lang verder. A life of joy and peace. Dat is ook allemaal genade. En dan de laatste couplet, dacht ik. En als ik straks in de hemel ben, 10.000 jaren, dat is lang, 10.000 jaren, dan zal ik dan stralen als de zon, beschenen door Christus. En dan zal ik niet minder dagen, als de 10.000 jaar voorbij zijn, dan zeg je weer, nou, dan is er al een stuk van de eeuwigheid voorbij. Nee hoor, het blijft altijd het begin en het wordt nooit meer. Dan zal ik na 10.000 jaar nog geen dag minder hebben om nog steeds maar Gods lof te bezingen, dan toen de eerste dag dat ik de hemel binnenkwam en begon te zingen. Een eeuwigheid lang zingen, waarvan? Amazing grace. Wonderbaarlijke, onbegrijpelijke, ongelooflijke genade. Wat is genade? Ik ga het even op een rijtje zetten. Genade, uit dat lied. Als ik bezorgd word over mijn ziel. De verlossing door Christus, wat een genade. Zijn zorg en hulp heel mijn leven door. Wat een genade. Zijn bescherming. Wat een genade. Zijn bewaring. Wat een genade. Zijn leiding in mijn leven. Wat een genade. Straks het eeuwige leven. Wat een genade. Eeuwige vreugde. Wat een amazing grace. Ik wil me aan de hand van het lied kort duidelijk hebben gemaakt. Genade is toch wel veel breder en rijker dan vergeving alleen. Het omvat het hele christenleven van het allereerste begin tot straks in eeuwigheid. En daarom heb ik Wim Klop gevraagd, hij zei, wat moeten we nou lezen bij de opening? Ik zeg, Wim, Johannes 1, die laatste tekst. En uit zijn volheid, uit zijn rijkdom, uit zijn overvloed hebben wij ook alle ontvangen genade voor genade. De ene genade over de andere staat en steeds maar door. Als een fontein die maar door blijft stromen. Nou, daar gaan we het nog over hebben. Over die breedte en die rijkdom en die diepte van genade. Alleen genade. Drie dingen vanmiddag, niet al te lang. Allereerst, waar begint genade? In de tweede plaats, hoe krijg ik genade? En in de derde plaats, wat is het doel van genade? Nou, het eerste, waar begint genade? Ja, daar kan ik natuurlijk geen ander antwoord geven dan bij Christus. We kunnen het toch vanmiddag niet over genade hebben zonder het over Christus te hebben. Dat kan niet. Zonder Christus, dat weten we allemaal, zou er geen genade mogelijk zijn. En toch moet ik er niet bij zeggen. Geen genade zonder het over Christus te hebben, ja. Maar ook kunnen we het niet over genade hebben zonder het over onze zonde en onze schuld te hebben. Want heel eenvoudig, als er geen zonde en geen schuld was, had ik ook geen genade nodig. Het een zit aan het ander vast. Als mijn zonde en mijn schuld mij niet bezighouden, ja, dan zal genade mij ook niet bezighouden. Het een zit aan het ander vast. We hoorden net John Newton zeggen, hè? It was grace that taught my heart to fear. Het was genade die mijn hart leerde vrezen. Wees dankbaar vanmiddag. Als God je heeft wakker geschud. Ja, dan zeg je, ja, maar dan ben ik er nog lang niet. Wees blij als je wakker bent geschud. Dat is het begin. Het was genade waardoor ik me zorgen ging maken. Dat is de eerste stap op weg naar genade. Genade. Maar laten we nooit vergeten dat genade ongelooflijk duur is. Zo duur dat het niet minder kostte dan het bloed van de eigen Zoon van God. En dat klinkt ons als trouwe kerkgangers zo vanzelfsprekend in de oren.
Maar denk er eens over na. De eigen Zoon van God. Die uit de hemel naar deze aarde kwam om te sterven aan een kruis. Laat dat eens even nieuw bij je binnenkomen. Dat is toch amazing. Hoe kan het? Hoe kan het? Zo duur is genade. Daar moest de Zoon van God uit de hemel komen. Dure genade. Dat heb ik geleerd van Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer, misschien heb je die naam eens gehoord. Dat was een Duitse theoloog. En die was in de Tweede Wereldoorlog betrokken bij de aanslag op Hitler. Hij is ook opgepakt en uiteindelijk opgehangen. Maar die Dietrich Bonhoeffer, die had het over dure genade en goedkope genade. Die zette die tegenover elkaar. Hij zegt, je hebt dure genade en goedkope genade. Wat is goedkope genade? Hij schrijft, goedkope genade is genade zonder berouw. Genade zonder vergeving. Ik zeg fout. Genade zonder bekering. Goedkope genade is genade zonder bekering, zonder berouw. Goedkope genade is genade terwijl alles in je leven hetzelfde blijft. Maakt niet uit, want God is zo genadig. Ga maar gewoon lekker door, want de Heer is toch genadig. Die vindt alles wel best. Berouw niet nodig, bekering niet nodig, veranderen van je leven niet nodig. God accepteert je zoals je bent. Hij zegt, dat is goedkope genade. Dat moet je niet willen. Als de Heer in mijn leven komt, dan blijft het allemaal niet zoals het is. Dan gaat Hij alles nieuw maken. Genade is duur, zegt hij, omdat het God alles heeft gekost. Maar tegelijk een wonder, dat nou die dure genade zomaar om niet gratis in het Latijn uit genade wordt uitgedeeld. Als je vanmiddag denkt, ja, maar ik hoor van genade, maar ik ben er eigenlijk helemaal niet voor geschikt voor. Ik zit in een hele andere wereld. Ik ben er helemaal niet voor in de stemming. Ik zit hier wel omdat de rest van de JV er ook heen ging en ik ben maar meegegaan. Maar eigenlijk dat ik hier nou zo... Maakt niet uit. De Heer zegt vanmiddag, waar je ook zit en wie je ook bent, kom. Vertel maar hem je verlangen. En misschien moet je wel zeggen, ja, maar ik heb helemaal geen verlangen. Gaat hem dat dan ook vertellen? Dat staat hem ook niet in de weg. Dat hart van God. Oh, dat hart van God. Heb je al eens nagedacht over het hart van God? We hadden vorige week reformatiedenking, 31 oktober. En wij hadden ook zo'n avond in Katwijk, dus heb ik een beetje Luther zitten lezen over de reformatie. En Luther, weet je wat Luther zegt? Gods hart is een gloeiende bakoven, vol van liefde, waarvan de vlammen reiken van de aarde tot de hemel. Ja, dat kan alleen maar Luther zo zeggen natuurlijk. Gods hart is een bakoven van gloeiende liefde. Waarvan de vlammen reiken van de aarde. Is het hart van God zo? Zo vol genade dat de vlammen eruit slaan? Zo zegt Luther het. Hebben wij zo wel eens nagedacht over het hart van God? En hij wil niks liever dan al die genade uitdelen. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen de ene genade over de andere genade. Een eindloze stroom. En wie dorst heeft vanmiddag. En wie dorst heeft. Die komen. En wie wil. Die nemen. Van dat water van genade. Om niet. Zul je niet wegblijven. Zul je niet wegblijven. Genade.
tweede. Iemand die zegt, ja, dat klinkt allemaal prachtig. En dat zal amazing zijn. Maar hoe kom ik daar nou aan? Waar moet ik dan wezen? Waar moet ik dan beginnen? Dat is het tweede punt, hè? Hoe kom ik aan genade? Ja, het is een open deur en toch doe ik hem even gerust toch weer open. Dan moet je bij het woord zijn. De Bijbel. Als jij op zoek bent naar genade, moet je die Bijbel open doen. Het woord van God, en dan zou ik nog iets preciezer zeggen, in die Bijbel zoek naar de belofte van God. De genadebelofte. Om zomaar één belofte te noemen. Johannes 6, vers 37. Weet je wat er staat? Dat moet je eigenlijk gelijk weten. Ah, dat vind ik mooi. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen, afwijzen, buitensluiten. Mooi, hè? Johannes 6, vers 37. Vergeet hem nooit meer. Nou, wat wil ik nou met dat woord zeggen? En die tot mij komt, zegt de Heer, zal ik absoluut niet uitwerpen. Waarom is die belofte, en zo zijn er meer beloften natuurlijk, waarom is die nou zo belangrijk? Omdat die belofte mij de zekerheid geeft. Zekerheid. Dat ik er niet aan hoef te twijfelen of ik bij God welkom ben. En die tot mij komt, zal ik geenszins absoluut niet afwijzen. Heb je zekerheid? Je kan twijfelen over jezelf. Wie ben ik en wat zou God nou met mij moeten? Je wordt wel eens moedeloos. Andere jongens zijn serieus. Ik ben helemaal niet serieus. Anderen worden onder de preek wel eens geraakt. Ik ben onder de preek nog nooit geraakt. Ik probeer het wel eens te veranderen, maar het mislukt iedere keer weer. Je kan soms zo moedeloos zijn, hè? Het wordt met mij toch niks. Toch komen. En die tot mij komt, mislukkeling als je bent. Hij wil je hebben. Hij wil je helpen. Hij wil toch genadig zijn. Johannes 6, vers 37. En die tot mij komt. Wie het ook is, die zal ik absoluut niet uitwerpen, afwijzen. Dat geeft mij zekerheid. Te midden van alle twijfel en moedeloosheid. En ook nog een keer daarbij dit. Wij zijn ook gedoopt, hè? Dat is ook al zo amazing. Daar heb ik zo niet voor gekozen. Mijn vader en mijn moeder. Toen ik gedoopt, wat betekent dat? Bij de doop worden als het ware die beloften die zo algemeen klinken, heel persoonlijk op mijn voorhoofd uitgeschreven. Dat ik weten mag, dat woord is niet zomaar in het algemeen, maar geldt persoonlijk ook voor mij. Heren, u hebt toch zelf tegen mij gezegd dat ik bij u welkom ben. Dat u mij genadig wil zijn. Heren, gedenk dan aan uw woord, dat woord van Johannes 6, vers 37. En doe zoals u gezegd hebt, om Jezus wil. Hij staat op de uitkijk en die tot mij komt. Wanneer komen ze nou? Wanneer komen ze nou? Zullen we niet laten wachten? We hebben het gehad over wat is genade. Heel kort iets, tweede pas over hoe kom ik aan genade. Maar nou nog iets over het doel van genade. Waarom is genade zo belangrijk? Nou, wat ik zo net ook een beetje opving, hè, laat ik maar even heel eenvoudig zeggen. Ja, dat heb je nodig om in de hemel te komen. Onbewust zit dat toch een beetje zo in ons hoofd. Genade is belangrijk, want ja, anders kom ik niet in de hemel. Mag het een beetje onderbiedig zeggen? Dus dan is genade een soort toegangskaartje voor de hemel. Want ja, anders kom je niet binnen. Je moet wel een kaartje hebben, dus je moet wel genade hebben. Ja, als je het zo een beetje bekijkt, van ja, ik moet dat hebben, anders dan kan ik niet binnenkomen. Eigenlijk is dat ja, een beetje egoïstisch bijna, hè? Maar ja, ik heb dat nodig voor
genade om mij een fijne toekomst te bezorgen. Nou, dat hoort er ook bij, hoor. Een fijne toekomst, een zalige toekomst. En toch gaat het om nog meer dan alleen maar die geweldige toekomst boven heerlijkheid. Genade is er niet alleen om ons te redden, maar ook om ons te vernieuwen. Om mijn leven. Dat van zichzelf een onvruchtbaar leven is. Op mezelf gericht. Om mijn leven te maken tot een rijk, vruchtdragend leven. Dat ik weer ga leven tot eer van God. En tot vreugde van de mensen. Als het ware, genade is erop gericht dat het weer wordt zoals het was in het paradijs. Ik geef één tekst. Titus 2, vers 14. Daar zegt Paulus dit. Christus heeft zich voor ons gegeven, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Dat is de ene kant, reddende genade. Maar dat is niet meer klaar. Dan schrijf je nog even verder in Titus 2, vers 14. En, dat komt er ook bij, waarvoor hij zichzelf heeft gegeven, niet alleen om ons te verlossen, en zich een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dat komt erbij. Het is niet alleen reddende genade, maar het is ook vernieuwende genade. Deel genade niet door de midden. Het is niet alleen maar ik word gered. Ik word ook vernieuwd. Dat hoort er even zeker bij. Hoe kun je nou merken? Dan kun je zo over twijfelen. Is God nou in mijn leven begonnen? Ja of nee? Dan kun je zo over tobben soms. Waaraan kun je dat nou herkennen? Nou, onder andere hieraan kun je dat herkennen. Dan komt er een verlangen in je leven om voor de Heere te leven. Om de Heere niet te bedroeven. Maar om te doen wat hij van mij vraagt. Voorbeeld. Het kan zijn dat er hier zitten die verkeringen hebben. Je weet het maar niet, hè? Een verkering, wat is dat mooi. Je houdt heel veel van iemand anders. Heerlijk. Maar wat gebeurt er dan? Als jij zoveel van iemand anders houdt, dan wil je graag alles doen om die ander blij te maken. Toch? Dan wil je graag alles doen om die ander gelukkig te maken. En als die ander, waar ik zoveel van houd, blij en gelukkig is, ben ik blij en gelukkig. Dat is liefde. Dat is toch verkering? En als ik weet dit of dat, dan wordt die ander verdrietig van, dan doet die ander pijn. Nou, dat doe ik niet, want ik wil never die ander pijn doen. Nou, ik hoef de boodschap niet meer uit te leggen. Als dit al geldt voor verkering, wat gaat het dan om die relatie met God? Ik wil graag doen, heel eerbiedig bedoeld hoor, wat de Heer blij maakt. Waardoor er vreugde is in de hemel. Waar de Heer zijn eer in krijgt. De Heer dienen. De Heer volgen. Niet omdat dat moet, want ja, nou ben ik, ja, ik heb genade, dus nou moet dat dan maar. Als iemand verkering heeft, zegt hij niet, ja, nou verkeer, dus nou moet dat maar. Hij wil het. Het komt van binnenuit. Nou, als er iets van God in ons hart komt, dan wordt het ook ons verlangen. Hij die alles voor mij wilde doen. Dat zware lijden tot in de dood, niks was voor hen te veel. Zou voor mij dan wel iets te veel zijn? Hij haalde net Richard Wurmbrandt aan. Iemand van de vervolgende kerk. Oh, wat heeft Richard Wurmbrandt zoveel geleden. Maar hij zegt, ja, maar als ik kijk wat God voor mij geleden heeft, wat is dan wat ik voor God gedaan heb? Heren, ik wil zo graag voor u leven. Maar op eigen krachten lukt het me niet. Help mij. Leid mij. Leer mij. Sterk mij. En als er dan toch weer zonden zijn. Juist als je zo verlangt om voor hem te leven. En toch steeds van die dingen dat je oh wat erg, zo had het niet gemoeten. Als het weer zonde zijn, weer naar die fontein.
Weer naar die fontein van Johannes 1, vers 16. En uit zijn volheid, genade vol genade, ook tot vergeving. Elke dag weer. En dan ook verlangen. Naar die grote toekomst. Waarom? Waarom? Verlangen naar die toekomst. Vorig jaar zat ik in het ziekenhuis bij een man die lag op sterven. En hij zei, dominee. Hij zegt, wat zal straks zijn? Dan hoef ik nooit meer te zondigen. Hij straalde. Waarom naar de hemel? Dan hoef ik nooit meer te zondigen. Dat is genade, dat is genade. Een eeuwigheid, Heere, danken. We gaan afsluiten. Voor reddende genade, voor vernieuwende genade. Dat laatste couplet. Als ik daar zal zijn, 10.000 jaren, stralend als de zon, dan heb ik niet minder dagen dan toen ik eerst begon. Amazing grace. Van harte hoop ik dat jullie het John Newton meezingen, meebidden. Gode zij dank.